Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo mijn lieve mensen, YouTube kijkers. Welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik sambal maken van kippenhartjes. Dat ga ik nu boilen. Het water is al heet. Dan ga ik een beetje boilen. Dan ga ik hem fijn snijden. En dan ga ik lekker sambal maken. Dus zo maak ik mijn ding. En ik hoop dat jullie dat gaan genieten. En een goede recept krijgen om goed te doen. Dit is bijna al geboord. Je hoeft niet te lang. En nog warm water te doen, anders wordt het hard. Dus eventjes. Dit zijn kippendijtjes. Die ga ik ook fijn snijden. En dan ga ik dit heel goed wassen. Goed knijpen. Zodat al de bloed en de slijm weggaat. En dan gaan we lekker koken straks. Ik ga hem goed wassen. Dan ga ik hem fijn snijden. Hij is nu klaar. Zo, dan ga ik mijn sambal nu fijn snijden. Ga ik hem lekker een beetje heet, een hete peper maken. En zo ga ik allemaal één voor één snijden. Kijk, ik hou niet van fijn snijden, weet je. Omdat als ik eet, dan moet ik proeven. Dan kan ik goed kouwen erop. Maar als je klein stukjes gaat snijden, dan gaat die op je maag zitten. Want dan kou je niet fijn. Zo maak ik. Dus dat is mijn trucje. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Nu ga ik mijn sambal maken. Daar heb ik mijn uien knoflookpeper al gesneden. Die ga ik medium vuur bakken. Het hoeft niet bruin te worden, een beetje half. Want als je hem gaat helemaal bruin bakken, dan zijn al die smaak van die uien kunnen vlopen. De vocht gaat branden, dan heb je geen smaak meer. Dus, vandaar. En dan zet ik één volle theelepel curry. Ook niet veel, want ik ga straks de ketchup zetten. Een beetje doorroeren. En dan ga ik mijn sambal erin zetten. Lekker een beetje zachte vuur. Half medium. Dan gaat hij lekker koken. Dan wordt het zacht. Dan zet ik half theelepel zwarte peper. 1 bouillonblok. En dan zet je zout op smaak. En
Dan mag je lekker sudderen. Als hij een klein beetje half gaar is, dan ga ik de ketchup erin zetten. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Komt de deksel erop en dan ben ik klaar. Mag je lekker gaan koken. Hij is lekker aan het sudderen. Wauw. Nu ga ik mijn ketchup erin zetten. Hoeft niet veel hoor. Klein beetje. Zo. Laat maar zeggen 1 eetlepel. Dan mag hij op zachte vuur lekker koken. En dan komt straks de soepgroente erin. En dan is het klaar voor hem te smullen. Lekker sudderen. Zo, lieve mensen, mijn sambal is gekookt. Hij is lekker zacht. Ga ik een beetje hoge vuur zetten. Dan ga ik de soepgroente erin zetten. Heerlijk. Dan is hij bijna klaar. Ga je lekker smullen op het rijst, witte rijst, met de groenten erbij. Echt lekker. Ik zou zeggen, lieve mensen, liken, subscriben, comments geven en de notification knop drukken voor de volgende video. En eet smakelijk! Tot de volgende keer! Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ger aku mirap video pesantai, subscribe karna, like karna, comments dena, or notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge, bye bye.